Nou, wat ik doe, ik breng een programma in de wereld op het gebied van organisatieontwikkeling. En dat is een heel andere manier. Waar we oud gewend zijn op consultants binnen te halen die met het managementteam aan de gang gaan, zetten wij nou juist medewerkers in beweging op een zelforganiserende manier. En de meeste medewerkers zien heel de consultant niet. En dat is uniek. Dat doen we in 10 landen inmiddels. Dat JUMP-programma is als een soort olievlek door de wereld aan het lopen. Meer dan 15.000 mensen hebben inmiddels een JUMP gemaakt. En we hebben hele mooie referenties. We werken bijvoorbeeld met de landelijke politie, met Achmea, met Microsoft. Om maar even een paar namen te noemen. Hebt. Ja. Waarom? Ja, dat was zo vanzelfsprekend voor mij, want ik heb echt een klik met jou in sowieso in het kader van onze achtergrond. Maar hoe jij ondernemer bent en hoe jij dat neerzet als leider sowieso van die grote organisatie in Rusland en hoe je dat gewoon gedaan hebt, zo van, voor jou is er ook geen grens. En dat vind ik echt ja, zo inspirerend en daarin ben je echt een rolmodel voor mij. Nou, wat super lief. Ja, wat ik graag nog van jou wil weten is, hoe als jij nu jezelf terugziet in je positie als directeur en als eigenaar van dat grote bedrijf. En er kwam zo'n kans voorbij als een JUMP-programma. Waarom zou je dat dan doen voor jouw mensen? Omdat ik geloof dat ieder mens zo verschrikkelijk veel talent heeft. Alleen hij zit zo in het kader van ervaring en hoe de omgeving hem ziet. Het label wat hij uitstraalt. Dit is een kans, die moet je niet laten lopen. Die moet je gewoon pakken. Ja. Weet je? Het is ook zo jammer dat mensen niet op hun talent gaan zitten. Dat je gewoon ziet wat erin zit en dat niet uitkomt. Ja, ja. Ah, dat is super om te horen. Dankjewel. Ja, maar daar doe jij toch voor? Ja, zeker, zeker. Maar het is heel gaaf dat ik het terug hoor. Mm-hmm. En zeker van jou. Dankjewel. Ga ik mee? Ja.